Door de stijgende nood aan duurzame voedselproductie worden optimalisatie, arbeidsefficiëntie en automatisering steeds belangrijker in de melkveesector. Hier leren we nu meer over. We zien dat er een steeds hogere druk komt op de schouders van de melkveehouders, waardoor dat er dus een grotere vraag komt aan arbeidsefficiëntie. Enerzijds is dat aan de hand van de consument die een grotere vraag heeft naar ecologische producten. En anderzijds zien we ook dat de melkveehouder een grotere wens heeft naar een betere privé-werkbalans. Wij gaan eigenlijk producten aanbieden die zorgen dat die boer of die melkveehouder extra flexibiliteit krijgt. Doordat die automatisering er is, krijgt de melkveehouder extra tijd om bijvoorbeeld met zijn dieren bezig te zijn. Anderzijds hebben wij de boer ook op die manier een stukje extra tijd geboden om eigenlijk samen met zijn gezin leuke dingen te doen. We zijn actief over Hans Vlaanderen. We zijn gespecialiseerd in melkveehouderijautomatisatie. Een van onze grootste troeven is ondersteuning en begeleiding en advisering van onze melkveehouders. Service en dienst na verkoop houden wij hoog in het vaandel. De melkveehouder kan bij ons terecht voor een totaalpakket. We bieden dan de juiste ondersteuning en advisering voor het stalconcept en plaatsing van onze producten. Dan beginnen we met een van onze bekendste, is de melkrobot. De melkrobot neemt het melken over van de landbouwer, waarbij de koe vrij kan naar de melkrobot gaan wanneer en waar ze maar wil. Dan ook onze voeraanschuiver. Is een voeraanschuiver die zorgt voor optimalisatie en het rendement van het melkvee. Dan hebben we ook ons automatisch voersysteem. Het automatisch voersysteem zorgt ervoor dat er steeds vers voer aan het voederhek ligt en dat er steeds de stressfactor zo vermindert. Dan hebben we ook nog onze automatische mestrobot en onze koeborstels. Er wordt steeds meer verwacht van de melkveehouder dat er rekening gehouden wordt met het stikstofakkoord, waardoor wij ook mee moeten kijken naar de toekomst van de landbouwer. Dus wij gaan op zoek naar nieuwe ontwikkelingen die eigenlijk stikstof gaan reduceren en daarin meehelpen.